Ik sta in Haiti. Jullie zien dit filmpje op 2 april. Het is de dag waarop we bezig zijn met leiderschap. En ik sta hier naast de man die het voorbeeld is van leiderschap. Dit is de congressman hier in Haiti. Degent Theus. Een fantastische man. Hij doet hier heel goed werk. Maar wat vooral mooi is, is dat deze christen gesteund is geweest door Compassion. En via het sponsorship van Compassion nu dus in staat is geweest om te gaan studeren en om dus nu ook in het congres te zitten. So please can you tell me and can you tell students in the Netherlands what compassion has meant to you? Compassion vle di pou mwen yon mission solennel ke Jésus avant li kite terre la pou ke l ta ale nan siel li konfye a le monde et que compassion saisit le mission ça qui c'est aider moun ki bezwen aide. Hier bij een studentenhuis midden in Port-au-Prince en naast mij staat Rebecca en zij is 25 jaar oud, net afgestudeerd student dankzij het LDP-programma en zij wil ons graag vertellen wat het LDP-programma, het Leadership Development Program van Compassion heeft betekend voor haar. So please can you share with us your experience with the LDP-program? LDP is an exceptional program for the exceptional people for the exceptional today. It's good. Yes, it's exceptional because omdat het er zijn als je als scholier naar het LDP-programma wil gaan, dan moet je 4 stappen doorgaan. Je moet keihard werken. Motivatie is belangrijk. Je krijgt interviews, gesprekken. Er is een assessment. Er wordt gekeken hoe je een bijdrage hebt geleverd al aan de maatschappij en aan je kerk. Dus voordat zij inderdaad geselecteerd werd, heeft ze al een heel programma gehad. En op het moment dat de LDP-students bezig zijn, ze worden dus gesponsord vanuit andere landen. Voor 250 euro per maand sponsor je een student, voor 4 jaar lang uiteraard. Want je wil natuurlijk wel dat ze ook de studie afronden. En 98% van de studenten haalt gewoon de diploma. Dus daar kunnen wij in Nederland nog heel veel van leren. En tant que chrétienne, je veux marcher sur le pas de Jésus. Surtout en Haïti, nous avons pile monde qui professionnel, mais pas jamais nan yo vraiment yon exemple. Parce que gen yon pile qui voulait travail pour faire pour tête seulement. Et moi-même en tant que professionnel chrétien, moi voulais non seulement faire une différence et pour aider l'autre yo et pas de m'aider yo pour yo ouais que vraiment que c'est un chrétien. En dit is natuurlijk de toekomst van de landen. Want juist deze studenten, de mensen die zelf uit die sloppenwijken komen, dat zijn prachtige voorbeelden voor de mensen hier. En wat we ook zien is dat de meeste van deze studenten kiezen voor een beroep waarin ze zelf zeggen serving the people. Zo als je vraagt van wat is je visie, wat wil je doen, zit dat er heel vaak in. En dat is zo mooi om te zien dat deze mensen die vinden dat ze heel veel gekregen hebben, ook weer bereid zijn om zo ontzettend veel terug te doen. Do you have a last message to the students in the Netherlands? Et j'encouragerai tous les étudiants au Nouvelle-Zélande de en fait profiter de cette mission noble que Jésus nous a laissée pour non seulement se former mais pour aider à la formation des autres enfants à travers le monde.